Hallo iedereen en opnieuw van harte welkom. Voordat we starten met de meditatie, zou ik het graag eventjes hebben over iets waar we allemaal wel eens mee te maken hebben, namelijk met stress. Hoe kan meditatie ervoor zorgen dat we minder stress hebben en hoe kan meditatie zelfs stress voorkomen? Stress is ons bewustzijn die zich in een staat van bezorgdheid bevindt, een soort van piekermodus. Terwijl dat meditatie zorgt ervoor dat we net die zorgen of dat piekeren kunnen loslaten op een heel natuurlijke manier. Stress hebben we omdat we heel veel denken. We denken bijna constant, van 's morgens tot 's avonds. Nu, op zich is dat geen probleem, maar wanneer dat zorgen zijn, of het zijn zaken waar we over piekeren, en dan kan dat wel zorgen voor problemen. Nu, meditatie is een mentaal proces die ervoor zorgt dat we een soort van stilte krijgen binnen in ons bewustzijn. Die stilte zorgt ervoor dat ons bewustzijn als het ware kan rusten. Nu, de problemen die we hebben, die gaan beter daardoor kunnen geobserveerd worden. En van op het moment dat je die problemen ook kan loslaten, want tijdens de meditatie ga je ook minder denken, ga je automatisch tot inzichten komen. Je gaat dus een oplossing vinden voor sommige van je problemen waar je zo lang al over gepiekerd hebt. Wanneer dat dan niet het geval is, of dat gebeurt ook niet plots of in één keer of zeer snel, sommige oplossingen komen pas na een bepaalde tijd, maar wanneer het helemaal niet het geval is, dan is het misschien de moeite waard om bij onszelf eens af te vragen, valt dit probleem wel op te lossen of is hier wel effectief een oplossing voor? En indien dat niet het geval is, kunnen we opnieuw bij onszelf eens afvragen, is het dan wel de moeite dat we er over piekeren? Een tweede zaak wat meditatie ook doet, is uw gedachten organiseren. Ze gaat uw gedachten op een rijtje plaatsen, waardoor dat je, wanneer je een beetje meer gestructureerd kunt denken, ga je ook de gedachten die binnenkomen kunnen kanaliseren en ook kunnen filteren. Je gaat gemakkelijker kunnen bepalen welke gedachte dat goed voor je is en welke gedachte dat er helemaal niet goed voor je is. Waardoor dat je de positieve gedachten gemakkelijker kan binnenlaten en daar ook effectief iets mee doen. En die negatieve gedachten kan je gewoon loslaten. Met andere woorden, de negatieve gedachten maken plaats voor positiviteit. Want die negatieve gedachten die zorgen voor een soort van, ja, zijn eigenlijk destructief. Op allerlei vlakken. Op fysiek vlak, op mentaal vlak en ook op emotioneel vlak. Wanneer we dus die negatieve gedachten kunnen loslaten, gaat dat ook die zelfdestructiviteit afbouwen of zelfs volledig vermijden. Goed, dus meditatie zorgt enerzijds voor een soort van stilte, het zorgt ervoor dat we minder denken, tijdelijk, al is het maar tijdelijk, dat is ook goed, en we gaan onze gedachten beter kunnen analyseren en we gaan ze kunnen selecteren de welke zijn er goed voor mij en de welke niet. En dat zorgt dan voor wat minder stress. Het is heel simpel uitgelegd, denk ik. En ook heel kort. Misschien is het allemaal niet zo simpel dan dat, hoor ik u misschien denken. En dat is het ook niet. Maar we moeten ergens beginnen. Dus laat het ons simpel houden en en zeer eenvoudig starten met onze stress wat meer onder controle te hebben, zonder dat we onszelf daartoe echt moeten forceren.
Meditatie kan zeker helpen. Dus we gaan een goede lichaamspositie aannemen. Een rechte rug is wel belangrijk. Je kan zitten op een kussen op de grond of je kan ook op een stoel zitten. Je kan je voeten plat op de grond zetten. Je kan ook je voeten zo bij jou trekken als je dat wil, waar dat jij je eigenlijk goed bij voelt. Je kan in kleermakerszit zitten, in halve lotus. Wanneer je na een tijdje last ondervindt tijdens het mediteren, zijn wat stretchoefeningen zeker aan te raden of een beetje yoga. En wat je heel eenvoudige oefeningen zijn, is bijvoorbeeld je met je hoofd heel simpel eens naar achter, naar voor. Je kan ook met je armen, die kun je heel eenvoudig op deze manier eventjes stretchen. En dan wat mensen ook vaak doen, mensen die heel lang of heel vaak aan de computer zitten, is gewoon eens met je armen een tijdje zo. Dat zijn allemaal maar een paar tips. Goed. Dus wanneer je het gevoel hebt, ik ben er hier klaar voor, dan mag je heel rustig en heel kalm mag je ogen sluiten. En onmiddellijk kan je voelen hoe de spanning rondom je ogen wegvalt. Je oogleden kunnen heel lichtjes nog open zijn, ze kunnen volledig dicht zijn. De heel gevoelige spieren rondom je ogen ontspannen zich volledig. Ook de rest van je aangezicht ontspant zich. De spieren van je voorhoofd, van je kaken, rondom je mond. Misschien verschijnt er wel een lichte glimlach op je mond. Heel rustig en heel kalm ontspannen we ons volledig gezicht. Ga ook eens met je aandacht naar het topje van je hoofd en heel langzaam langs je achterhoofd ga je naar beneden met je aandacht naar je nekspieren en je schouders. Misschien voelt het zelfs aan alsof je net een hele goede massage hebt gekregen. We ontspannen onze armen, onze ellebogen, onze polsen. Voel gerust je gewrichten, je handen, je vingers en de topjes van je vingers. Misschien voel je deze ook wel tintelen. Onze borststreek ontspant zich en ook je rug. Ga langzaam naar beneden, alsof een blaadje zou neerdwarrelen. Voel je heupen en je benen, je knieën, je hielen. Ontspan deze volledig en ook je voeten. Je tenen en de topjes van je tenen. Heel jouw lichaam ontspant zich van het topje van je hoofd tot de topjes van je tenen. Alsof je net een hele relaxerende douche hebt genomen.
Ons lichaam wordt nu even onbelangrijk. We laten ons lichaam volledig gaan. Ook binnenin ons lichaam voelt het leeg aan. Vanuit de holte van je buik tot over gans je lichaam. Alsof je geen organen hebt, nog beenderen, nog bloed. Heel je lichaam is leeg. Ons lichaam is nu volledig ontspannen. Niet enkel binnenin je lichaam voelt het leeg aan, maar ook rondom jou. Alsof je in een lege ruimte zal zitten. Een lege ruimte zonder spullen, zonder meubels, niks. Helemaal leeg. Het is een hele grote ruimte waar je je in bevindt, zonder muren, zonder plafond. Een gevoel van vrijheid. Misschien vind je het leuk om in de natuur te zitten. Dat mag. Je zit in een veld of op het strand, of op het topje van een berg, of een plaats waar jij het heel aangenaam vindt om te zitten. Een hele onmetelijk grote ruimte, voor jou, naast jou, achter jou. En jij zit in het midden van die ruimte. Helemaal alleen. Je wordt niet gestoord, nog door mensen, nog door geluiden. Geen enkele afleiding. We voelen ons onbezorgd. We denken niet aan morgen, we maken ons geen zorgen. We denken niet meer over wat er gisteren is gebeurd. We bevinden ons hier en nu in een onbezorgde situatie. Helemaal alleen, maar zeker niet eenzaam. Integendeel. Adem eens langs je neus, heel diep in. Heel zacht, heel diep en heel traag. En adem uit langs je mond. Doe dit een paar keer en probeer je adem te volgen vanaf je neus helemaal tot beneden. En stop daar even. Laat je adem zich keren en laat je adem terug naar buiten komen. Stop even aan het keerpunt van je adem. Stop daar even met je aandacht. Wanneer je inademt, is het alsof er verfrissende nieuwe energie naar binnen komt. Nieuwe
positiviteit. Wanneer je uitademt, adem je gedachten of zorgen of gevoelens uit. Deze oude gedachten of zorgen, die maken plaats voor positiviteit en nieuwe verfrissende energie. Stop even met je focus in het midden van je buik, waar de adem zich keert. Je mag steeds je ademhaling gebruiken om tot op dat punt te komen, het eindpunt van de adem die je inademt en het beginpunt van de adem die je uitademt. Het is alsof je met een boot heel langzaam naar je eindbestemming vaart. Je thuishaven in het midden van je buik. En wanneer je daar aankomt met je boot, mag je uitstappen. Dan blijft jouw aandacht hier, in dat centrum van je lichaam. Wanneer je adem zich hier bevindt en ook jouw aandacht, dan kan jouw bewustzijn zich connecteren met zijn thuishaven. Want hier op dit punt, in het midden van je lijf, voelt jouw bewustzijn, jouw mentale toestand voelt zich heel goed hier. Hier komt het tot rust. Hier kan het zichzelf zuiveren. Wanneer jouw aandacht opnieuw eventjes verdwijnt vanuit het midden van je buik, kan je steeds nog eens diep in- en uitademen. Forceer jezelf niks. Doe het rustig aan, geniet van elk moment. Indien je eventjes met je aandacht ergens anders bent in je lichaam, en niet in het midden van je buik, is dat ook oké. Je hoeft jezelf tot niks te forceren. Wees ook niet te streng voor jezelf. Je neemt wat tijd nu voor jezelf en dat is voldoende. Wanneer je aandacht afdwaalt, wanneer je aandacht afgeleid wordt door een gedachte die binnenkomt, dan aanvaard je die gedachte, je observeert ze en je laat ze los. We kunnen op dit moment helemaal niks doen met die gedachte. Die gedachte is nu eventjes nutteloos voor ons, dus laat ze gewoon eventjes los, alsof
je je gedachten op een wolk zou zetten en heel langzaam laat wegdrijven. Een wolk die voor de zon komt en heel langzaam verdwijnt. In je buik is er een aangenaam gevoel, een gevoel van veiligheid en ook een gevoel van vrijheid. Het gevoel dat start in het midden van jouw lichaam verspreidt zich over gans jouw lijf. Geniet van dit gevoel van tevredenheid. Kan ook ten alle tijde, kan je je een voorwerp voorstellen. Een voorwerp die zich voor jou bevindt of zelfs al in je buik zich bevindt. Een heldere sfeer, zoals een volle maan of een zon. Of een zeepbel. Of een kristallenbol. Een rond voorwerp. Mooi egaal en helder. Je kan je dit voorwerp voorstellen in het midden van je lichaam of vlak voor jou. Je hoeft dit niet met je ogen fysiek te zien. Je voelt als het ware de aanwezigheid van dat voorwerp. Indien het zich voor jou bevindt, kan je het voorwerp inviteren om binnen te komen. Je nodigt het uit en laat het binnenkomen langs je ogen of je neus of je mond. Heel langzaam in je hoofd. Voel het licht van dit voorwerp. En je kan dan heel langzaam dit voorwerp laten dalen langs je strottenhoofd, langs je borststreek, heel langzaam naar beneden, tot in het midden van je buik. Dit heldere voorwerp vult volledig jouw lichaam, alsof het straalt. En niet enkel binnenin jouw lichaam, maar ook erbuiten. De contouren van jouw lichaam verdwijnen en het is alsof je één wordt met je omgeving. De stralen verspreiden zich zelfs rondom jou. De helderheid, de puurheid en de zuiverheid.
Deze helderheid verspreidt zich, als ook je positiviteit. Je houdt het niet enkel nog vast in je lichaam, maar je laat het verspreiden rondom jou. Indien dit voorwerp verandert van vorm of kleur of van teven, laat het gebeuren. Geef jezelf volledig over aan dit gevoel. Probeer het niet te controleren. Probeer niet de regisseur te zijn van wat er gebeurt. Laat je volledig gaan. De laatste manier om je aandacht naar het centrum van je lichaam te brengen, is door gebruik te maken van een mantra. Een paar woorden met een positieve betekenis of zelfs heel neutraal, die gereciteerd worden, niet luidop, maar innerlijk. De woorden die ik haar heel graag gebruik zijn Sama Raham. Komt uit het Pali en de betekenis geeft heel mooi weer wat we hier aan het doen zijn. Betekent de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. Sama. Samaraham. Voel de vibraties van de tonen die starten in het midden, in het centrum van je lichaam. En voel hoe de vibraties van deze tonen zich verspreiden, zoals concentrische cirkels, over heel je lichaam en ook daarbuiten. Samaraham.
Sammaraham. Sammaraham. Wanneer je aandacht zich in het midden van je lichaam bevindt, hoef je de mantra of de visualisatie niet meer te gebruiken. Je kan gewoon observeren wat er gebeurt en alles gaat vanzelf. Ook de visualisatie komt misschien vanzelf. Misschien hoor je ook wel de mantra binnen in je lichaam, vanzelf. Wees je bewust van het gevoel dat je nu hebt. Indien dit gevoel jou aangenaam verrast, weet dan dat je naar het centrum van jouw lichaam altijd kan terugkomen, ook gedurende de dag wanneer je bezig bent met dagelijkse dingen. Met je ogen open of met je ogen gesloten, kan je met je ademhaling of met een visualisatie of een mantra altijd eens terugkomen naar het midden van jouw lichaam. Je kan het zelfs voelen zonder hulpmiddelen, zonder een techniek toe te passen, eventjes teruggaan naar het gevoel die je nu hebt. Met je ogen open of je ogen gesloten. Terugkeren naar je centrum. Laat deze positiviteit nog eventjes doorstromen door heel je lichaam. Je mag het ook eventjes vasthouden voor jezelf. Dit is dan ook een heel mooi moment om jezelf geluk toe te wensen. Jezelf toe te wensen dat je geen zorgen hebt. Dat je tevreden bent. Zonder zorgen, zonder lijden.
Je kan ook deze positieve energie laten uitstralen naar je omgeving. En je kan dit mooie gevoel ook delen met anderen. De positiviteit, de goede wensen, kan je ook maken en delen met en voor anderen. Mag iedereen in je omgeving, je vrienden of je partner, je gezin, mogen ze gelukkig zijn, zonder zorgen. Je familie, je buren, de mensen uit de straat, mensen van je dorp of je stad, mensen vanuit je land, mensen vanuit Europa, mensen vanuit heel de wereld. Durf je energie, je positiviteit gerust met iedereen te delen. Want iedereen heeft het recht om gelukkig te zijn zonder zorgen. En iedereen heeft zeker ook het recht op een helder bewustzijn. Terwijl je je goede gevoel vasthoudt, niet geforceerd, komen we stilaan naar het einde van deze meditatie. Word je opnieuw bewust van de ruimte om je heen. De muren, het plafond, de spullen en de meubels, de geluiden. Voel je nog je gevoel van vrijheid, zelfs binnen in deze ruimte? Ook dit gevoel kan je af en toe eens oproepen bij jezelf. Vanuit het midden van je lichaam. We worden ook ons opnieuw bewust van ons lichaam, van onze ledemaat en onze romp, ons hoofd, onze handen en onze voeten. Je mag gerust ook je lichaam al wat bewegen als je dat wenst. En wanneer je er klaar voor bent, dan mag je je ogen heel langzaam op jouw eigen tempo, mag je die openen. Zo, dat was het voor deze keer. Geniet nog eventjes van hopelijk het mooie gevoel die je hebt. En dan wens ik je nog een mooie tijd. En dan zien we elkaar ongetwijfeld terug. Tot dan, dag.